Kinderen met en zonder beperking kregen de gelegenheid in jeugdland de Ulvenhout te sporten met en tegen een selectie van het eerste team van NAC Breda. Van harte welkom namens het BCG en Stichting Bas die in samenwerking met Breda in Breda hier voor de sporttour weer moet organiseren. Maken we vandaag een leuk sportdag van. We hebben natuurlijk altijd weer iets nieuws erbij, maar ook zeker nu de NAC-spelers, die zijn ook in aantal, dus ik zou zeggen, juist ze hier binnen. Sporten met plezier en met de voetballers van NAC is natuurlijk heel bijzonder. Er zullen diverse sporten beoefend worden deze middag. De middag wordt georganiseerd door het Breda Centrum Gehandicaptenbeleid, afgekort BCG, en ondersteund door sponsors en vrijwilligers. Het precieze doel van deze middag, wat is dat eigenlijk? We willen zorgen voor integratie van kinderen met en zonder beperking. En laten zien, ook aan de kinderen die geen beperking hebben, dat iedereen wil en kan sporten. Dat ze net zo goed mee kunnen doen als zij zelf zonder beperking. En dat sporten een van de manieren is waarin die samenhang heel goed kan blijken. En dat je ziet dat iedereen gewoon van alles gebruik kan en wil maken, ook op sportgebied. Ja. En NAC, die is er elk jaar bij? Ja, we hebben het geluk dat de NAC-selectie het ook belangrijk genoeg vindt om ieder jaar weer hier aan mee te doen. En ja, voor die kinderen is het natuurlijk fantastisch. Ja. Ja. Nou heb ik dus gelezen dat er dus een aantal organisaties ermee gestopt zijn. Waarom? En wat is jullie drive om dit door te zetten? Een aantal organisaties bestaan inmiddels niet meer. Het was vroeger een landelijk gedragen iets waarbij alle betaalde voetbalclubs hieraan meededen, hè, in de diverse steden. En die organisaties zijn ermee gestopt, maar wij als Breda Centrum Gehandicaptenbeleid vinden het dermate belangrijk om gewoon dat inclusieve beleid van samen dingen doen en deel kunnen nemen in de totale samenleving. Vinden we gewoon belangrijk en vinden we ook superleuk om te laten zien op zo'n middag. En de kinderen die zonder beperking die meedoen, die krijgen allemaal ook een voorlichtingsles. Om te laten zien van, goh, wat kan er nou? Wat is het hebben van een beperking? Hoe kun je meedoen? Wat zijn de moeilijkheden? Maar wat kun je ook vooral wel allemaal? Ja, en dit is een van de dingen die daaraan meehelpen.